Vandaag Groesbeek, herstelwerkzaamheden uitvoeren, beginnen we ermee vandaag. Ik zal je de vijver even laten zien. Dus eerst de filterinstallaties, een trommel combi, red label. Ik zal eens even de rest laten zien. Goed, filterinstallatie, maar het gaat om de vijver, want daar zijn we even voor. Wat is er gebeurd? Wat is er niet gebeurd? Dit is niet hoe het hoort natuurlijk, hè? En hebben we waterpas maken. Maak ik er overal mijn vinger in. Dus dat paneel is niet goed. Dus wij gaan beton storten. En als mijn mod aan de kant gaat, dan zie je de glasplaat die hangt achterover. En die is getordeerd. En als je dan deze ziet. Dat is de true view. Die zit helemaal scheef. Dus als eerst gaan we nou graven. Rondom. De betonkraag maken. En dan zit het een stukje verder. Ik heb nou nu de... Dit is een muur. Ja. Net als aan die kant. Nou die. Hoe dik zijn die zeestrips? Wat is dat? Die link daar. Gewoon normaal. Kijk maar, dan loopt de muur toch zo ver bellen om. En dan rijdt de zeestrips ding en dan komt de zeestrip ongeveer hier te zitten. En dan ben je die gekke kier beneden. Die gekke kier ben je ook kwijt. Ja. En dan wordt die strakker. Graafwerk. Nou, eerst de graafwerk gedaan. Strip erin gezet voor de beton. Hier langs ook. Dus we moeten alleen de achterkant nog. Deze kier. Dat. Even kijken waar mijn hand is hier. Deze kier. Is gewoon de centerspaneel te kort gezaagd. Gewoon er tegenaan gezet. Niks, geen staal of zo om de hoek. Dit profiel past niet. Dan kun je gewoon met je hand onder. Waardoor die dus gekanteld is. Nog een keertje. Als we dat weg willen halen, is omdat het profiel daar ruimte heeft en aan de bovenkant ruimte heeft, moeten we 2 centimeter opvullen aan de bovenkant om het raam recht te krijgen. Nou, 6 stukje verder. Mooi graafwerk mag ik doen daartussen. Hier zit de eerste betonkraag er al in. Hier vooruit ook. Dan moeten we deze kant en de andere kant nog uitgraven. Het raam hebben we net met Tony overlegd. Gediscussieerd, want het is hier lek. Hier is folie los en als je kijkt op het... Nou, komt er geen water meer. Maar goed, hier is die lek. En daar langs de bovenkant zie je al dat de folie loskomt. Dus we moeten de strip, die strip, inslepen. En aan die kant ook inslepen. Kijken of we dat kunnen trekken. Want het is dat 2,5 centimeter scheef naar achteren. Nou. We zijn er allemaal over eens dat dat ons het meest irriteert. Dat moet gewoon recht. Maar goed, het is een heel project. Achter aan de hoek. Deze kant. Zo. Hier aan deze hoek. Hier zitten. Kijken.
alleen maar pur. Sandwichpaneel houdt op. Sandwichpaneel pur ertussen. En je kan hier gewoon je hand helemaal in wegsteken. Dus dat geldt ook voor de rand. Waar je nou tegenaan kijkt, hier. En dit is hout. En daar is de paneel. Dus die hele strip die zit er overheen. Kun je hand onder doen. En is met houten latjes opgevuld om waterpas te maken. Uitgegraven. Hierachter maken we hem op de buis. Want daartussen kun je geen muurtje krijgen. Dus dan beginnen we met beton rondom de buis. En dan de muur erbovenop. Ieder heeft zo zijn eigen manier van bouwen. Nou, dat vooropstellen, maar. Het is allemaal wel. Ik ben er wel over uit. Ik ben met meerdere mensen. Dat dit wel een beetje geprutst van de bovenste plank is geweest. Maar goed, het komt wel goed. Het is gewoon een heleboel werk. Op dit moment hadden we in Almelo zullen zijn. Voor het kleine laatste werkzaamheden van het pompje. Dus sorry voor deze, dat ik daar niet ben. En ik zal wat mensen materiaal komen ophalen in de zaak. En wat morgen allemaal. Dus. Zo, achterkant zit er ook bijna in. Warm een betonkraag. Als je daar een muur op maakt, heel simpel, je ziet daar ledingen lopen. Als je daar een muurtje op zet en je krijgt regenwater waar langs het muurtje komt, krijg je spoeling. Als je er geen beton onder hebt en dan gaat het muurtje gaat rusten op de buis en dan krijg je lekkage. Dat had de klant van mij vorige week nog. Maar als de muur verzakt op een leiding, omdat hij om zijn vijver geen fundering had gemaakt. Maar goed. Meester, de man met het mooiste werk, meeste ruimte. Zo, zit erin. Betonkraagje. Rondom. Afzien. Vullen we hem nou weer af. Maar ik kom volgende week terug. Zo. Hier hebben we laten verspringen. Voor die buis. Dus. Nou. Volgende week de rest. Maar tot zover dit gedeelte.